Goeiedag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl voor deze eerste Koningsdag. Het satellietbeeld van gisteravond laat goed zien dat er een aantal stevige buien zijn gevallen. In de nacht zijn die geleidelijk aan verdwenen, maar de bewolking hebben we in eerste instantie vanochtend nog wel mee te maken. Met name in het noordelijke deel van het land. In het zuiden zijn flinke perioden met zon en uiteindelijk breekt ook in het noorden af en toe de zon door. Laat vanmiddag en vooral vanavond neemt het kans op een enkele stevige regen- of onweersbuien toe, met name in het oosten en noordoosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 15 tot 20 graden bij niet al te veel wind. Ook vanavond staat er niet veel wind, dan is het een graad of 15 en zoals gezegd, dus mogelijk een stevige onweersbuien in het noordoosten. Ook morgen hebben we een aantal buien, opnieuw vooral in de noordelijke helft van het land, maar ook in het zuiden is een enkele bui mogelijk. Verder schijnt van tijd tot tijd de zon en het wordt zo'n 16 tot 18 graden. Maandag, dinsdag en woensdag ziet het weerbeeld er vrij redelijk uit. Met name maandag en dinsdag is het op veel plaatsen droog en zijn de zonnige perioden. Op woensdag valt er weer een enkele bui. De middagtemperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl